Monsieur Stéphane Doiron est demandé au vestiaire des arbitres. Stéphane Doiron au vestiaire. Welkom, beste kijkers. De weergoden zijn alvast gunstig gezind. Nu de voetbalgoden nog. Het commentaar bij deze wedstrijd komt, zoals gewoonlijk, van Siert de Vos, dat ben ik, en Jeroen Guter. En over enkele ogenblikken gaan we hier kijken naar een wedstrijd in de competitie. Deze wedstrijd, Jeroen, is een fantastisch affiche. Het is me genoeg gesierd. En weet je, ik ga ervan uit dat we dat over anderhalf uur nog steeds kunnen zeggen. Want dit belooft een interessante competitiewedstrijd te worden, hoor. Met twee ploegen die doorgaans willen voetballen, willen aanvallen, willen creëren, doelpunten willen maken. En hier zien we de startopstelling van de thuisploeg. Kijk eens aan, dit is een oudje. Maar ja, oudjes doen het vaak nog best. Dat systeem waarin ze hier aan de wedstrijd beginnen. Een klassieke 4-4-2. Ja, dit is een systeem dat al decennia lang overal ter wereld gespeeld wordt. Dit team staat erom bekend dat ze veel druk op de tegenstander zetten. Dat is dus lastig als je lekker rustig wilt opbouwen. Maar het heeft ook een voordeel. Want doordat de tegenstander zoveel druk zet, ontstaat er ook wat ruimte op het veld. Merci. Bon match à toutes et à tous. De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Hij doet het. Hij maakt hem. Het is nu al 1-0. Wat een geweldige start van de wedstrijd is dit voor hem. Dit is natuurlijk een prima uitgespeeld doelpunt. Het begint met die knappe bal voor. Dan is het voor de doelpuntmaker een koud kunstje. Hij krijgt alle tijd en ruimte daar in het 16 meter gebied. En kan de bal dan nonchalant langs de doelman knikken. De score is geopend. Het is 1-0. Geen kaart voor die overtreding die al vroeg in de wedstrijd gemaakt wordt. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Nog steeds, ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Die gaat er mooi in, zeg. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. En hier, vanuit dit perspectief. David Alaba. Dele Alli aan de bal. Kylian Mbappé.
En met die actie weet hij de bal af te pakken. Direct druk zetten, dat werkt hier. Ja, en als ze deze maken, komen ze terug. Goed verdedigd. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Gaat dit wat worden? Alleen de doelman nog voor zich. Een messcherpe counter. Met een afzwaaier tot slot. Ja, er valt een hoop af te dingen op de afronding. Maar man, wat een flitsende uitbraak was dit, zeg. Dele Alli. En de scheidsrechter fluit niet. Geen voordeel na die onreglementaire tackle. En hij komt eruit met de bal. Die paas had hij eerder verwacht. Dele Alli. Luis Suarez. Goed ingegrepen door die speler. Nog steeds op en met de bal aan de voet de uitbraak. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Adrien Rabiot. Ja, doelman pakt die bal. Hoekschop komt voor. Ja, hij pakt hem. Dele Alli. Ze kunnen snel uitbreken nu. Luis Suarez. Oh, wat een kans. Indrukwekkend verdedigd daar. Maar de bal is nog niet weg. David Alaba. Ze loeren op een gat in de verdediging. Een mogelijkheid om het door te breken. Wat een geweldige bal. Het is maar één doelpunt, maar ze staan wel achter en zullen iets moeten doen. Dit team is zo begaafd. En zo dominant aan de bal. Van de een naar de ander en dan vervolgens... Altijd een loepzuivere paas, ook in dit geval. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Met nummer 10, Kylian Mbappé. En met die actie... wordt de tegenstander achteruit gedrukt. Luis Suarez. Kylian Mbappé. Niet verrassend dat hij daarvoor fluit. Goed gered door de doelman. En de bal geklemd. Jordan Vertu. Luciano Narsing. Adrien Rabiot. De kat van dichtbij. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekker de voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Ze tonen veerkracht naar die tegengoal van daarnet. Door meteen zelf een doelpunt te maken. Zo hoort dat ook. Niet zeuren, gewoon scoren. Nog eens vanuit een andere hoek. En we hebben nu een stand van 3-1. But voor de Paris FC. Le numéro 8, Adrien Rabiot.
duidelijke overtreding. Maar de scheidsrechter geeft Luis Suarez het voordeel. En voor die actie komt er een vrije trap. Dat schot is geen probleem voor de doelman. Christian Fuchs. Jordan Vertu. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Alsnog een gevaarlijk moment. Nee, zeg, veel te wild geschoten. Je hoeft hem alleen maar heel subtiel langs die keeper te plaatsen. Zo belabberd, hè. Ik zou razend zijn als ik zijn trainer was. Hij zorgt ervoor dat dat schot spoort. De speler werkt de bal weg. Natuurlijk geeft hij daarvoor een vrije trap. De scheidsrechter is hem genadig en laat het bij een waarschuwing. Oppassen hoor, want dit soort acties, dat is vragen om een kaart. Luis Suarez levert de paas weer in bij hem. Bij het spel hiervoor Kylian Mbappé. Adrien Rabiot. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, figuurlijk dan, hè, want er mogen natuurlijk geen bomen op het veld staan. Hij haalt uit, maar weet er niet de juiste richting mee te geven. Suarez. Hocus pocus, wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. Hij is aan de bal gezet. En de bal is voor hem. Mbappé. Ja, en als ze deze maken, komen ze terug. Redding van de keeper. Ze mogen een hoekschop nemen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden vanuit de Red Bull Arena. Is er gescoord? Een goal voor Leicester City. Ze gaan kans op de aansluitingstreffer. Hij is niet bang, hè? Hij haalt hem voor zijn voeten weg. Ah, mooie klassieke redding van de doelman. En precies op het goede moment uitgekomen. Op de vleugel voor een voorzet. Kroos. En Luis Suarez hier. Dele Alli. Kans hier voor Dele Alli. Redding. Bal nog binnen de lijn. Zo zeg, wat een spectaculaire redding van de doelman. Ik was ervan overtuigd dat deze erin zou gaan. Deze mag erin. Hij zit erin. Met het hoofd. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. En vervolgens maakt hij het knap af. Knikt de bal met voldoende kracht langs de doelman. Die krijgt er geen vinger meer achter. Wat een uitstekende eerste helft om nu al op zo'n voorsprong te staan. Niet verrassend dat hij daarvoor fluit. Hij heeft zijn dag. Hij past nauwkeurig vandaag. Kroos. Mbappé. Kijk, daar komen de mensen nou voor naar het stadion. Een spectaculaire redding van het doelman. Nee, die komt niet aan. Slechte corner, zeg. Ruimte voor de counter. En hij komt eruit met de bal. Wat een doelpuntenmachine deze man. Het is alweer zijn derde, hè? Vandaag speelt hij echt de sterren van de hemel. De klasse druipt er vanaf. Dit is nog eens omschakelen, hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk.
Er is sprake van een duidelijk krachtsverschil in deze wedstrijd. Op het middenveld zitten ze ertussen. Bal onderschept. Vervolgt zijn weg naar het doel. Dit levert ze een hoekschop op. Het wordt een korte hoekschop. Midden voor het doel gegeven. Mooie kopbal, maar de doelman weet hem te stoppen. Hij gaat er voorbij. Boom! Koekoek, wat een doelpunt! Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie, niets op af te dingen. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké, dit lijkt me helemaal prima hoor. Zelf op doel schieten en dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokkelen heeft. Alle ballen van hem komen aan deze wedstrijd. Tegenstander neemt over. Ja, en dat wordt uiteraard een vrije trap. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Luis Suarez stoopt nu op. Simpel ingeleverd bij de tegenstander. Door Kylian Mbappé. Mbappé. Luis Suarez. Hij heeft hem vast. Nog steeds op weg naar het doel. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. 3 minuten blessuretijd. Kylian Mbappé. Dele Alli met de bal. Kylian Mbappé. Natuurlijk geeft hij daarvoor een vrije trap. Rafael Guerreiro. Ze kunnen snel uitbreken nu. De verdediging lijkt me nog niet klaar voor de counter. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hij ging op de doelman af, maar die deed wat goede doelmannen doen in zo'n situatie. Zo zeg, wat een heerlijke redding. Ja, hiermee voorkomt hij de slotfase een achterstand. Ja, dat is een vrije trap. We gaan rusten met de ongelofelijke tussenstand van 6-1. Eén team doet hier iets niet goed, lijkt me. Luis Suarez kan niet overtuigen vandaag. Zijn spel is gewoon niet goed. En dat wordt bevestigd door de cijfers. Een aanvaller in vorm zorgt ervoor dat hij wel op de goede plek staat als hij aangespeeld wordt. En als je dan zo weinig brengt als hij, ja, dan wordt het echt lastig om iets aan die achter. Nog 3 kwartier te spelen in Union Park. De bal rolt weer. Dele Alli. Kijk eens, wat een mooie beweging. Puur ballet. En ze komen weer aan de bal. Nog steeds in aanval. Marcelo. Kijk, hij fluit niet voor die tackle. Nee, hij geeft voordeel. Goede beslissing. Er ligt een counter op de loer. Dele Alli. Oh, wat een schotkans. Nou, dat scheelde niet veel hoor, Jeroen. Ah, dat was bijna een goal. Dat was bijna een goal uit die snelle counter van ze. Jammer dat ze er niet van kunnen profiteren.
Hij gaat er flink in. En we wisselen weer van balbezit. Oh, wat een kans. Zo, goal! En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Nog eens vanuit een andere hoek. Wat een score, zeg. 6-2. Saai is het niet. Nummer 10, Kylian Mbappé. Vervolgt zijn weg naar het doel. En hij komt eruit met de bal. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Luis Suarez. Sterk verdedigd, maar wel ten koste van een inworp. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Die bal kan er gewoon in. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Het niveauverschil wordt steeds meer uitgedrukt in de score. Ja, van spanning in deze wedstrijd is nu echt geen enkele sprake meer. En hier, vanuit dit perspectief... Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Toni Kroos. Luis Suarez met de bal. Kylian Mbappé. Simpel ingeleverd bij de tegenstander. Door Kylian Mbappé. Een kans om te scoren. Wat een doelpuntenmachine deze man. Het is alweer zijn derde, hè? Vandaag speelt hij echt de sterren van de hemel. De klasse druipt er vanaf. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Een doelpuntrijke wedstrijd, waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Het is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon een overtreding. Niet verrassend, hij geeft een vrije trap. Die tackle leidt tot een inworp. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Koek, koek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik het nog een keer zeggen? Koek, koek. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Luis Suarez nog steeds aan de bal. Een grote kans hoor. Met een prachtig.
prachtige verdedigende actie. Neutraliseert in die aanval. Hé, hey, kijk, er staat een speler klaar om in te komen. Ja, dat klopt. De bezoekers gaan het met een nieuwe kracht proberen. Ze kunnen de bal gaan ingooien. We gaan wisselen. Ja, daar is hij de bal kwijt. Luis Suarez. Luis Suarez. En nu snel schakelen voor de counter. Ha, moet je nou kijken, de doelman pakt de bal. En hij hoeft er niet eens veel te voor te doen. Het is toch heel matig afgemaakt, hoor. Het is alweer even aan de bal. Dit moet een doelpunt worden. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Toni Kroos. Kylian Mbappé. En zo zien we hoe Luis Suarez hier de bal inlevert. Zet verder door. Adrien Rabiot. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. De speler staat in de baan van het schot. Er ligt ruimte voor de counter. Rafael Guerreiro. Heerlijke beweging. Ja, en ook op zijn man uitgespeeld. Ja, een schot. En dat is een hoekschop. Bal komt voor. In het 16 meter gebied. Een doelpunt, al zal het nog niet veel helpen. De woede van de trainer kan ik wel begrijpen. Moet je nou toch zien. Als je op die plek de bal inlevert. Ja, dat is natuurlijk gewoon vragen om problemen. En we gaan weer aftrappen. Ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt. Nou, dat doelpunt zal wel wat troost bieden aan hun supporters, maar meer is het niet. Ja, volgens mij hebben die al lang de handdoek in de ring gegooid. En hij komt eruit, met de bal. Hij gaat voor de stift. Ah, jammer, zo'n zonde van dat lopje. Dat had toch een mooi doelpunt kunnen zijn. Ja, zie je, het idee was goed, maar hij raakte hem net even te hard. Dan nu eerst nieuws vanuit de studio over een doelpunt in de andere wedstrijd. En weer is hij voor Benfica. Ze leiden nu met 2-0 met 71 minuten op de klok. We zijn weer bijgepraat. Bedankt. Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Mbappé. Goed op afstand gehouden. Ah, dit is lekker. En laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Luis Suarez. Redding en vast. Ah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Mbappé. Overtreding gemaakt door El Amadi. Een strafschop. Maar krijgt die speler dan geen geel of rood? Zo te zien spaart de scheidsrechter. Nou, dan mag je hem dan wel dankbaar voor zijn. Hij schiet hem erin vanaf 11 meter. Ja, zo'n inzet is niet te stoppen. Onmogelijk. De bal in de kruising, heel mooi genomen strafschop. Dat doe je als keeper bitter weinig aan. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Nummer 9, Luis Suarez.
blijft aan de bal. En de scheidsrechter fluit niet. En geen voordeel na die onreglementaire tackle. Kylian Mbappé. Bal verloren. Hij schermt de bal goed af. Mbappé. Levensgevaarlijk om hier een sliding in te zetten. Luciano Narsing. Weer ingeleverd. Hij kan mooi doorstomen daar. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Er komt een wisselspeler in het veld. Op de klok staan nog 9 minuten speeltijd. Luis Suarez. En nu Kylian Mbappé. Sterk gespeeld, goed afgeschermd. Ze geven de bal weg. Houdt de bal vast. Mbappé. Bal veroverd in de eigen 16. Luciano Narsing. Veel ruimte op de flank. In het centrum gespeeld. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Kylian Mbappé. Fluit hij? Nee, hij fluit niet voor die tackle. Nee, het is een voordeelsituatie. Het team kan nu uitbreken. Toni Kroos. Kroos doneert de bal aan de tegenstander. Alsof het een goed doel is. Hij schiet hem hard, maar bovenop de paal. Wat zonde. Tja, ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Het was mooi geprobeerd. Die keeper die had gewoon geluk. De bal wordt afgeschermd. Daar staat niemand waar de bal heen gaat. De fluit klinkt voor buitenspel. We gaan straks affluiten voor deze wedstrijd, waarbij één ploeg duidelijk de bovenliggende een kans op te scoren. Wat een mooi doelpunt. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Wat een doelpunt, de Verstijn. We hebben niks te klagen. Heel technisch ontspeelt Luis Suarez een verdediger. Ja, van de spelers hoeft het niet deze 5 minuten extra speeltijd. Even volhouden dan maar. Ja, hoor je dat? De supporters die vinden het nu wel genoeg, hè? Ze laten duidelijk horen dat de scheidsrechter voor het eind van de wedstrijd moet fluiten. Toni Kroos. David Alaba. Kylian Mbappé. Luis Suarez. Luis Suarez nog steeds aan de bal. Niet verrassend, hij geeft een vrije trap. Een vrije trap van ver en hij komt aardig in de buurt van de goal. Maar niet genoeg om die keeper te laten schrikken. Ja, maar toch scheelde het niet gek veel. Karim El Amadi. Tegenstander neemt over. Kylian Mbappé.
Luis Suarez met de bal. Mbappé. Alleen de doelman nog voor zich. De paal. Het spel gaat verder. U hoort het thuis waarschijnlijk ook. Gezang vanaf de tribunes hier. Waar een hoop tevreden fans hun spelers toejuichen. Het is afgelopen. De scheidsrechter fluit. Ze winnen het thuisduel. Ja, deze wedstrijd hebben ze dan uiteindelijk toch heel makkelijk gewonnen. Kijk maar naar de score. Die is daar het bewijs van.